We staan hier bij ANV Groen Salland en hier is vandaag de boomdeeldag. We hebben met elkaar de ambitie uitgesproken dat iedereen een boom in Overijssel kan krijgen. En dat doen we samen met Landschap Overijssel en 16 gemeentes. En delen we vandaag overal bomen uit aan mensen die dat graag willen. En waarom is dat belangrijk? Nou, het zijn allemaal inheemse bomen, dus bomen die hier vandaan komen. En het is belangrijk om onze streek verder te versterken. Het helpt bij, draagt bij aan de natuur, aan de biodiversiteit. Het is goed voor de insecten. En het zijn ook allemaal inheemse bomen, dus dat, die kunnen ook tegen een stootje in deze omgeving. Alle deelnemers van die boomdagen die we nu organiseren in 16 gemeenten, die hebben voor de zomer een aanvraag ingediend. En die aanvragen zijn allemaal beoordeeld door onze adviseurs. En daarbij is vooral gekeken, past zo'n boom op de goede plek? Komt het in een landschapselement terecht, zoals een houtwal of een struweelheg? En worden de goede soorten aangeplant? Dus komt een willig niet op de droge grond terecht, maar op nattere grond, omdat hij van natte voeten houdt. In 2019 hebben we met elkaar gezegd, we willen dat iedereen in Overijssel, voor elke inwoner een boom bijkomt via dit programma Natuur voor Elkaar. En dat lijkt dat binnenkort gaat lukken. Wat een joekel. Het ziet er andersom in. Dat we die zo meteen... Het gaat tot nu toe goed. We zijn nu ongeveer een uurtje bezig en de eerste deelnemers die zijn vanaf 9 uur al gekomen. En die hebben al hun plantmateriaal opgehaald. En we verwachten er vandaag 70 hier in Raalte en Oostweijen namens deze twee gemeenten. Dus dat gaat al goed. Het loopt. Blij dat er ook zoveel enthousiasme is. En vandaag ook veel mensen zie je langskomen die zeggen, nou, er komen 75 bomen halen. En dan voor de kijkers, het zijn niet allemaal massieve bomen. Hè. Er zijn ook best kleine struiken tussen. Maar veel enthousiasme. In totaal worden er zo'n 70.000 bomen geplant vanuit de boomdeeldagen. En vanuit het programma Natuur voor Elkaar van de provincie. En dat is bij 500 deelnemers. Hey. Zo. Ja, is dat een filmpje of is het een foto? Filmpje.